Beste kijkers, het is vrijdagmiddag 25 juni rond de klok van 5 uur. En we gaan samen kijken, terwijl de AEX rond 7.33 noteert, hoe we vandaag afsluiten en hoe week 25 de boeken ingaat. Laten we links beginnen in de dagkaart. Daar zien we dat eerder deze week de boels keurig zijn opgeveerd vanaf de SMA-lijn en de FIBO-lijn zo rond 7.13, 7.14. Het was een prima springplankje om richting die 7.36 op te stomen. De beruchte streep die al een paar dagen in het veld ligt. Vandaag een kleine magere zwarte candle, dus de vaart loopt er een beetje uit en het is dan ook zeer de vraag of het gaat lukken om die 7.36 echt te gaan raken, laat staan te doorbreken. Mocht dat niet het geval zijn, mochten we dus niet te gaan breken en dan kunnen we aansturen op topvorming en dan neig ik naar een dubbele topformatie en dat impliceert dan dat we in een redelijk tempo terug kunnen naar niveaus rond diezelfde stippenlijnen rond 7.14 en dan zouden we in het meest gunstige geval kunnen gaan zigzaggen tussen 7.14 onderkant en 7.36 bovenkant. Het wordt een ander verhaal, dat is scenario 2, als de bulls zich verder vermannen en met een solide witte candle boven die rode streep gaan bewegen, dan krijgt de uptrend wel degelijk een stevige impuls. De indicatoren sturen hier wel op aan, want de swingteller staat nog maar op plus 2 en de RSI krult netjes omhoog en noteert nog lang niet bij de OB-lijn. Dus dat eventjes in de gaten houden voor komende week. Erop of eronder voor de bulls bij 7.36, dat is het verhaal op de dagkaart. Als we dan de weekkaart erbij betrekken, dan zien we dat met de beweging van deze week er zowaar een bullish engulfing patroon wordt geplaatst. Tenminste bij deze voortgang. De koers moet natuurlijk niet richting het slot nog even wat terugvallen. Maar dan zien we een positief omarmingspatroon in een swingteller plus 5 stand en de RSI nog lang niet bij de OB-lijn. Dus daar ook nog voldoende ruimte. Geen rode strepen op de weekgrafiek. Dus dat zou wel helpen op de dagkaart om die 7.36 uit te nemen. En dan zouden we door kunnen naar 7.40 tot 7.50 en dan wordt het opnieuw bekijken wat er gaat gebeuren. Zeker als dan de week upswing een vervolg krijgt en alweer aardig in de buurt van de swing plus 7, 8 of 9 gaat bewegen. Kortom, op de dagkaart een beetje penibele situatie, erop of eronder. Op de weekkaart is er voldoende ruimte en daar gaat pas onder de 7.20 een lichte correctie van start en onder ongeveer 7.13, dat mogen duidelijk zijn, dan zullen de beren hun grip gaan vergroten. Al met al dus best wel positieve ontwikkelingen, maar blijf de zaak goed volgen. Wij doen dat ook dagelijks voor u. Noteer de rangen en standen en wees waakzaam. Ik wens u een goed en plezierig weekend.